Hallo allemaal, het is vandaag vrijdag 24 februari en Larissa en ik hebben straks een fotoshoot in Amsterdam en ook een interview trouwens. Dit is voor de Vrouw, dat is een bijlage van de Telegraaf en ik ben echt super benieuwd hoe het allemaal gaat. Ik vind het ook wel een beetje spannend, maar vooral eigenlijk heel erg leuk. Als we daar zijn wordt onze make-up helemaal gedaan. Ik heb nu al eventjes mijn wenkbrauwen gedaan, maar ja, dat was hem eigenlijk. Iets wat je niet super goed ziet op camera is dat mijn haren groen zijn. Zoals jullie weten had ik het eerst lila en toen ik het laatst heb uitgespoeld, toen bleef het groen over of zo. Er zitten coole tinten in een lila verf en op een of andere manier bleven die wel hangen in mijn haar en het lila niet. Maar volgens mij valt het nu niet zo op. In real life is het echt een stuk groener, maar beeld gelukkig een stukje minder. Nog heel even voor de duidelijkheid. Ik had de L'Oréal Colorista in de kleur lila gebruikt. Dat is een uitwasbare verf en na één keer wassen zou het lichter lila moeten worden. Maar in mijn geval werd mijn hele haar groen. Ik was er niet echt blij mee en ik heb het ook geprobeerd veel te wassen. Ik heb zilvershampoo gebruikt. Ik heb ook ketchup en tomatenpuree erin gesmeerd en eigenlijk helpt niets. Dus mocht je geïnteresseerd zijn geweest in mijn lila haar, dan weet je nu het hele verhaal. En bij deze wil ik je dus ook meteen even waarschuwen, want je weet dus nooit hoe zo'n product uitpakt. Dit product krijgt van mij dus een duidelijke dikke duim omlaag en ik wilde je even op de hoogte stellen. Maar laat ik nu weer verder gaan naar de vlog. Nou, we zijn inmiddels aangekomen in Amsterdam in de studio, want we worden dus straks op de foto gezet voor de Vrouw. En zoals je ziet zijn we al helemaal opgemaakt. Echt super mooi, vind ik. En we hebben ook andere tops aan. Ja. En we zijn een soort van matching, maar niet te matching, maar wel heel erg leuk. Met kleur en bloemetjes, lekker lenteachtig, dus top. Dat is echt het idee inderdaad. En we zijn net al op de foto geweest. Het was een beetje hectisch, dus we hebben dat niet gefilmd. Maar we kunnen wel even laten zien waar het allemaal is gebeurd. Dus de ruimte is hier echt super groot. En we hebben hier een tafel staan met lunch. Ja, we hebben net al even gegeten. En dat is waar magic happens. Dus ja, dit is een grote ruimte, allemaal vol met lampen, goed licht natuurlijk. We hadden twee hele leuke retro-achtige stoeltjes staan, dat zag er echt super leuk uit. En ik ga nog niet zeggen hoe het er echt uitzag, want het wordt een hele toffe foto. Heel creatief. Editing en creatief inderdaad, wordt meegespeeld, dus super. Ik kan nu al niet wachten gewoon. Echt hè? Oh, daar staan de stoelen. Oh ja, top. Dat zijn ze. Ja, dus daar zaten we op. Daar zaten we op. Ja, het wordt echt super tof. Zo, en we lopen weer buiten. Het zonnetje schijnt heerlijk. En we lopen nu momenteel terug naar Sloterdijk. Het is gewoon lekker op loopafstand. En we gaan zo nog even de stad in. Bij Amsterdam Centraal. Want we willen gaan nog even wat hotspotjes checken. Misschien eentje en dan gelijk even een lekker lunchje doen. Dus ik ga zo even met Tara bekijken naar welke we willen gaan. Ik ben echt mega overbelicht door de zon. We gaan even een leuk hotspotje checken. En dan hoop ik dat die lekker fotogeniek is. En dan gaan we daar een post over plaatsen op Travel Lab. Dat is wel heel erg leuk. Dus ja, we checken jullie zo meteen weer. Hallo, we staan inmiddels weer buiten. We staan op Amsterdam Sloterdijk Centraal Station. Gewoon een treinstation dus. En we hebben echt een superleuke shoot gehad. En we keken net op de klok en het is alweer 4 uur. Ja, de tijd is echt voorbij gevlogen gewoon. Dus eigenlijk gaan we het helemaal niet redden om naar de hotspot te gaan waar we heen wilden. Dus dat is een klein beetje balen, maar dat gaan we gewoon een andere keer doen dan. Ja. En dan gaan we nu weer terug richting Utrecht. Ik wil namelijk heel graag 2 broeken halen bij de Bershka. Dat zou namelijk een dupe zijn van de Joni Jeans Topshop. Dan ben ik ook heel benieuwd. Veel goedkoper. Zo, ik loop inmiddels al een tijdje rond in Utrecht. Ik heb namelijk net een broekje gehaald bij de Bershka. En dit is een jegging. Hij lijkt echt ontzettend erg op de Joni Jeans van Topshop. En die is echt geweldig. Maar die kost uit mijn hoofd €60 en deze €15. En ik zal het jullie ook nog wel later beter laten zien hoe die eruit ziet en zo. Want het is echt een hele fijne broek voor een fijn prijsje. Dus dat is altijd leuk. Ik heb hem ook meteen gehaald voor mijn beste vriendinnetje. Die is op dit moment dansles aan het geven bij Touché. Dus ik loop eventjes naar haar toe om de broek af te geven. En daarna ga ik weer naar huis. Ik heb net ook nog even een broodje Mario gehaald, want ik heb best wel honger. Ik heb eigenlijk alleen maar een wrap gegeten tijdens de shoot en ontbeten, dus best wel trek gekregen. Dus ga ik zo even opeten in de bus naar huis. En ja, ik ben met de bus, want ik dacht, ik had vanmorgen mijn haar heel mooi gekruld en ik wilde eigenlijk niet dat het meteen eruit zou waaien, dus ik dacht, nou ja, neem maar gewoon een busje. Dat kan wel, toch? En de lucht is prachtig blauw. Utrecht staat er weer mooi bij. En net bij Broodje Mario kreeg ik al te horen dat ik Bella was. Maar ook de vraag of ik Iraans was. Vandaag werd me ook al gevraagd of ik misschien Turks was. Ik krijg deze vraag letterlijk elke dag. Maar zoals jullie waarschijnlijk wel weten, zijn we dus Indo. En ik vind het niet erg hoor, want ik zie het altijd gewoon als een compliment. Maar ik vind het zo grappig dat, dat ik gewoon elke dag de vraag krijg en eigenlijk iedereen denkt het. Dat is het Nijntje konijntje. Zoals jullie weten is Dick Bruna laatst overleden. En ik vind het wel heel mooi om te zien dat er eigenlijk bloemen bij worden neergelegd. En het is ook wel erg, want het is natuurlijk wel echt een soort van Utrechtse trots. Ik vind het wel heel erg leuk. Ja, en lief dat mensen de bloemen bij neerleggen. Maar goed, ik loop even door, want ik weet niet tot hoe laat ze daar les geeft. Ik wil niet te laat zijn. Oké, ik heb haar broek afgeleverd en ik film mezelf helemaal niet. En ik wilde niet haar gaan filmen in de les, want ik weet niet hoe die kinderen dat vinden. Ik zou er zelf heel erg zenuwachtig van worden. En ik heb ook even mijn broodje Mario achtergelaten, want ik zag net een appje dat ze zei, oh nee, kan je er ook eentje voor mij meenemen? Ik heb ook trek en nog geen avondeten. Dus ik heb hem gewoon gedropt. Misschien dat ik er nu nog even... Oh hey! Dat ik er nog eentje haal, ik zie een vriendin van mij. Want ik heb nog steeds wat trek. Even naartoe lopen. Hallo! Hi! Hi schat! Ik heb nu alweer 3 vriendinnen gezien vandaag. En een oude collega die reed net ook langs. Super gezellig. Maar goed, ik ga nu eventjes naar huis. En ik laat dat broodje Mario maar zitten. Dan ga ik gewoon lekker meteen avondeten. Ja. Zo, en ik ben weer thuis. Mijn vriend appte me net dat hij... heel veel mijn jas uit doen. Ik heb mijn vriend net gesproken en hij zei dat hij niet thuis at. Dus ik ben alleen. Dus ik moet even kijken wat ik ga eten. Ik denk gewoon iets heel simpels. Niets memorabels of zo. Ik heb helemaal geen zin om te koken. Ik moet zeggen dat ik echt super blij ben met hoe de make-up erop zit. Dat heeft ze echt super mooi gedaan in de visagie. En ik denk... Ik moet maar even kijken. Een vriendje van mij die zei net dat ze naar een dansvoorstelling gaat. En daarna mogelijk uitgaat. Of ik misschien mee wilde. En eigenlijk kan ik dat met deze look niet weigeren. Dus misschien dat ik nog even uitga. Maar dat ga ik allemaal niet vloggen. Want dan wordt deze video veel te lang. Dit is trouwens wat ik aan heb. Dit is een jasje van Forever 21. Met allemaal pinnetjes. Van Wrangler, Mimi, Nizan. En deze komt uit San Francisco. Anyways. Tijd om te koken. En wie hebben we daar? Het is Sylvester. Ik heb hem net eten gegeven, dus hij is helemaal happy. Voordat ik straks een einde maak aan deze vlog, ga ik jullie nog eventjes laten zien hoe die ene broek van de Bershka eruit ziet. In de huiskamer is het iets te donker, maar hier heb ik een daglichtlamp, dus ik kan het jullie goed laten zien. En ik heb een selfie mirror, dus... Nou, de broek die ik nu aan heb is de Joni Jeans van Topshop. En zoals je kan zien, ik vind het altijd heel stom eruit zien eigenlijk... Is die heel erg hoog. Hier zit mijn navel. Dus hij gaat er echt overheen. En hij zit super strak. Helemaal van boven tot einde. En hij is zwart. Hij heeft ook geen zakjes hier aan de voorkant. En hij is super stretchy en echt super comfortabel. Het is echt wel mijn favoriete broek. Ik had een andere, die was echt mega versleten. Dus toen twijfelde ik of ik hem nou wel goed vond of niet. Maar eigenlijk heb ik die broek echt non-stop voor 1,5 jaar gedragen. Dus het is gewoon een toppertje en die kost €50. Maar ik zal je nu eventjes de Bershka broek laten zien. En dan is dit de broek van Bershka. En zoals je ziet zit hij weer net zo hoog. Of zit hij nou... Even kijken. Nou, misschien zit hij 1 tikje lager. Hij zit super strak. Hij is super zwart. En hij zit bij de enkels ook zo ongelooflijk strak. Je trekt hem niet zo heel erg makkelijk aan en uit. Omdat hij dus zo strak zit bij de enkels. Maar ik vind het juist wel heel erg mooi. Want dan krijg je niet die vouwen bij de enkels. En dat vind ik best wel belangrijk. Nou ja, hij is praktisch hetzelfde. Dit is ook weer de bovenkant zonder een vakje. Maar de broek van de Bershka die kost maar €16. Er zit wel een verschilletje in natuurlijk. Ik vind dat de stof van de Topshop iets dikker is. Ook iets meer stretchy. En hij voelt iets zachter aan. En ik vind hier dat hij een klein beetje iets harder zit bij aan de bovenkant. En ik voel wel dat hij een klein beetje trekt op sommige plekjes. Maar ik vind dat het voor €16 echt een hele goede dupe is. Een hele goede budget optie, zeg maar. En daarom heb ik ze alle twee. Want voor mij is de Joni echt gewoon de ultimate topper. En de Bershka broek... Die is gewoon net zo mooi, maar gewoon net iets goedkoper. Dus dat is misschien fijner om aan te trekken als ik uitga of zo. Dan, want ik krijg wel eens bier over mijn broek heen of wat sneller vies. En op die manier kan ik het een beetje afwisselen. Ik ben er echt helemaal blij mee. En mocht je dus ook de Joni Jeans willen hebben, maar het budget niet hebben, dan zou ik echt eventjes naar de Bershka gaan. Let er dus op dat dit de broek is die geen zakjes heeft. En hij heet een jegging. Nou ja, daar kom je er wel uit. Want al die andere broeken daar hebben volgens mij wel gewoon een voorkant zakje. Oh, het is zo donker overal. Wat ik nou helemaal bij het raam ga staan. Beetje rommelig. Ik ga bij deze alvast de vlog afsluiten, want hij is al super lang geworden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe die shoot ging en hoe de rest van onze dag verliep. En ik hou jullie op de hoogte van wanneer ons interview dus in de VROUW komt te staan. Waarschijnlijk in april en waarschijnlijk ook gewoon een hele pagina. Dus ik ben er wel echt heel erg trots op. Ik vind het echt super cool. En ja, jullie gaan het waarschijnlijk gewoon zien via social media of in een andere vlog. Ik hou jullie in ieder geval op de hoogte. En dan moet jullie allemaal even die Telegraaf gaan halen. Want daar staan we dan in. En dat is dan helemaal leuk. In de bijlage dan. In de VROUW. Vergeet deze video in ieder geval geen duimpje omhoog te geven. En vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Druk ook zeker even op dat belletje naast die abonneerknop. Die zie je pas als je abonnee bent. Dus eerst even abonneren. Dan op dat belletje klikken. Want dan krijg je een melding als wij onze video online zetten. En niet iedereen krijgt die melding. En dan worden er wel eens video's gemist. Oh, dit arm jongen. Oh, deze doet pijn. Ik ga heel veel... Oh, ik ga even wisselen. Noem me maar een mietje. Maar ik heb hier morgen spierpijn van. Ik heb trouwens ook nog een privé Snapchat waar je me op kan volgen. Waarschijnlijk heb je al lang de video weggeklikt nu. Maar als je nog kijkt, ik heet Endless Tara. Daar kun je me op volgen. En dan zie ik jullie weer terug in de volgende video. Doei!